Ja, heel teleurstellend. Ik denk dat we na 3 maanden eindelijk een keer thuis mogen spelen. En ja, na de winterstop eigenlijk niet heel veel goede wedstrijden op de mat hebben gelegd. Wel gewonnen van Alvena, dus dat gaf ons zeker moed. We weten dat je in kon lopen op de koploper. En ja, als je dan zo'n tweede helft speelt waar je denk ik verliest door persoonlijke fouten en een stukje inzet, ja, is het gewoon heel zuur. Er ligt eigenlijk weinig aan de hand. Eerste helft, een beetje een evenwicht, misschien licht voordeel van Zwolle. Tweede helft waarin jullie zeer sterk uit de startblokken kwamen met een aantal goede kansen, misschien een punt moeten hebben. En 1-0 voorsprong. We dachten van, nou, dat is binnen. Nou ja, dat gevoel hadden wij denk ik zelf ook wel in het veld. Eerst zelf sluiten we goed af, denk ik. Laatste 10 minuten vol druk erop. En we creëren een aantal kleine kansen. Nou, dat gaf ons wel moed. Met die instellingen gingen wij de tweede helft ook het veld in. En ja, het was gewoon wachten op de 1-0. En die viel inderdaad naar een minuut of 10 volgens mij. En ja, we spraken met elkaar af van nu gaan we gewoon door. Hoorden wij ook. Nou, wij dachten van nou, dan kunnen we de 2-0 gaan maken en de wedstrijd op slot gooien. En ja, uit de cornerbal, ja, wat eigenlijk in de eerste helft of tweede helft een keer of 3 gevaarlijk was, kregen we de 1-1 om de oren. En sinds daarna waren we de kluts gewoon kwijt en hebben we denk ik uiteindelijk terecht verloren. Je zegt al terecht verloren en ook dat na de 1-1 zijn jullie eigenlijk niet meer in het spel ingekomen. Wat probeer je in het veld om toch proberen het boel weer om te draaien? Wat dan vandaag helaas niet lukte, maar andere keren vaak nog wel lukte. Ja, je probeert nog meer strijd erin te gooien en het veld is natuurlijk niet al te goed. En ja, dan probeer je daarop te spelen, dus mensen aan laten spelen en gelijk erop zitten en hopen dat je daardoor op hun helft blijft spelen. En ja, ze voetbalden net wat meer dan ons en ze voetbalden redelijk vaak onder de druk vandaan. En ja, het is zeker niet de beste ploeg in de competitie, maar wel een geslepen ploeg die uiteindelijk met 3-1 naar huis gaat. Een beetje de angst keek, nee, want de eerste wedstrijd, volgens mij, resulteerde in een 4-1 verlies. Die verloren met 4-1 inderdaad, ja. Nou, moed houden, volgende wedstrijd komen eraan en dan hopen we dat we de boel weer om kunnen draaien, want er is nog niks verloren. Er is zeker nog niks verloren, we spelen nog een vrij lange competitie, we staan er nog steeds goed voor. Dus ja, al met al hebben we nog alle kansen, alleen we hadden ons vandaag wel wat makkelijker kunnen maken door 3 punten te pakken. Eén, blijf je in de periode bovenaan staan. En twee, in de competitie gedeeld koplopen op verliespunten. Nou, beide heb je nou niet gepakt, dus dat is heel zuur.